Eerste repatriatievlucht uit Nederland in voorbereiding. De eerste repatriatievlucht om Surinaamse ingezetenen uit Nederland naar huis terug te halen is in voorbereiding. Deze vlucht uit Amsterdam zal volgende week maandag 20 april moeten geschieden. Zo laat de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, luitenant-kolonel Danielle Vera, op dinsdag 14 april 2020 weten in het actualiteitenprogramma Actua. Er wordt eerst een groep van 200 passagiers naar huis gehaald. Overste Vera zegt dat er zo'n 900 Surinamers in verschillende werelddelen bevinden. We zijn hard bezig hun terug te brengen. Volgende week willen we de eerste groep ontvangen. Aldus de functionaris die aangeeft dat de detailinformatie nog zal worden gegeven. Men is bezig de laatste hand hier aan te leggen. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.